We zijn nu in de Brakgrond, dat is in Amsterdam, bij het eerste deel van een drieluik tentoonstellingen over het geheugen. Mijn naam is Jan Rosseel, ik ben visueel verhalenverteller. Uiteindelijk hebben we gekozen om een drieluik te maken. En dat was ook op zich een goede manier om het kluwen aan informatie, om uiteindelijk om daar een beetje meer structuur in te krijgen. Om te zeggen, oké, we hebben een blok media, een blok psyche en een blokje politiek. Als we er gewoon vanuit gaan dat een collectief geheugen bestaat, zou je kunnen zeggen dat eigenlijk de media voor een deel de vorming van dat collectief geheugen bepaalt. De reden waarom de video of de onthoofding van Foley een aantal keer terugkomt, of een soort van rode draad is, is omdat het op verschillende niveaus teruggaat op de herinnering, maar ook over de rol van media. Dus hij was een journalist, dus het is een journalist die vermoord is, maar ook de beeldtaal die de Amerikanen gebruiken, bijvoorbeeld met Guantanamo, mannen in oranje pakken, wordt eigenlijk overgenomen door IS, dus zij maken eigenlijk gebruik van de beeldstrategie van Amerikaanse defensie. Dus ik denk dat daarom die onthoofding ook een soort van essentiële rol speelt. Wij hebben heel weinig meegekregen over ons koloniaal verleden. En dat is deels door de media bepaald, maar ook voor een groot deel is het politiek. Het is echt een soort bevestiging van het stereotype beeld van een Afrikaan die gewoon niet echt slim is. En Kuifje, de heroïsche blanke, die komt laten zien hoe het wel moet. Alle plaatjes waar geen Congolezen in kwamen, die zijn weggeschuurd. En wat je dus krijgt is eigenlijk een soort heruitgave of een Kuifje met alleen de stereotypen die overblijven. En je merkt ook vaak in een boek van 300 pagina's dat het echt een heel klein onderdeeltje maar gaat over Congo. En vaak ook nog eens positief. De realiteit is natuurlijk anders. Zogenaamd fake news heeft altijd bestaan. Bepaalde leiders, waaronder Mussolini, is een bekend voorbeeld waar hij heroïs op een paard zit met zijn zwaard in de lucht. Maar het ding is, als je het originele beeld ziet, dan zie je eigenlijk dat twee knechten het paard vasthouden. Dat is natuurlijk niet zo stoer. Dus uiteindelijk wat ze hebben gedaan is, in de donkere kamer, want er was toen nog geen Photoshop, hebben ze eigenlijk die personen weggehaald. En dat is ook bijvoorbeeld Stalin, die stond er ook om gekend om personen weg te halen. Hitler heeft op een bepaald moment Goebbels uit de foto gehaald. En je hebt ook bepaalde orthodox-Joodse tijdschriften die bijvoorbeeld vrouwen uit foto's hebben weggehaald. In principe is dat ook, valt het ook gewoon onder de noemer geschiedsvervalsing. Dus dat is een van de dingen die ook in de tentoonstelling zit, zonder dat er wordt gezegd, je moet kritisch zijn. Maar die berichtgeving en hoe beelden naar buiten komen, wat de waarde daarvan is. En in sommige gevallen, als er van bepaalde gebeurtenissen maar één beeld is, hoe komt dat? Dus dat je daar wel vragen bij gaat stellen. Is dit kunst of mag het in de vuilbak?